Ik heb het gevoel dat dit echt het slechtste idee is ooit gewoon. Ik moet dit nog lang niet doen. Dit moet je pas doen als je level 44 bent of zo. Ja hoor. Nemona wil weer battelen. Nemona wil tegen mijn shiny team gaan battelen. Mijn shiny team die het in de vorige aflevering heel moeilijk had. Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Het is toch wel lastig als je niet echt zelf je Pokémon kan uitkiezen die je heel graag wil gebruiken. Maar gewoon afhankelijk bent van welke mass outbreaks er komen. Welke shinies je toevallig tegenkomt. En ook al heb ik best wel goede shinies. Ja, ik vind het soms toch nog best lastig. Ik ga ook niet overlevelen. Meestal ben ik net iets lager dan de levels van de tegenstanders. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel lastig. Maar dat houdt het wel leuk. Dat houdt het wel een beetje spannend. Want als ik elke keer 10 levels hoger ben dan mijn tegenstanders, dan is er ook niks aan. We moeten het wel een beetje leuk maken. Kijk, Lycanroc en Azumarill zijn nu gewoon hetzelfde level. Ik ga eens Aquatail gebruiken. Hij gebruikt Accelerock. Aquatail gaat denk ik Lycanroc wel in één keer uitschakelen. Ja hoor, lekker. Dit is toevallig een goede matchup. Toevallig heb ik de goede Pokémon als eerste in mijn team staan. Azumarill gaat een leveltje omhoog naar level 37. Nu moet ik tegen Palmode, kan ik beter even switchen. Ik ga Jumpluff daarvoor inzetten. Daar is die, Palmootje. Jumpluff kent nog niet hele sterke aanvallen. Ik moet eigenlijk eens even kijken welke aanvallen die kan. Want volgens mij kan die al best wel wat meer leren. Ik heb natuurlijk tijdens Mass Outbreaks moeten hunten. En dat doe je dan met de manier dat je niet echt in dit soort battles komt. Maar gewoon je Pokémon in de overworld verslaat. En dan leer je Pokémon soms ook nieuwe moves. Alleen, die kan je ze dan niet gelijk leren. Dus die moet je daarna even opzoeken. Dat moet ik eigenlijk gaan doen voor Jumpluff. Want ik heb het gevoel dat hij wel meer moves kent. Palmo, doe je even rustig aan, vriend. Ik ben inmiddels geparalyzed ook weer. Want de enige move die ik continu gebruik is eigenlijk Mega Drain. En dat lukt op zich ook wel. Maar het zijn nog niet de allersterkste moves. Het staat inmiddels wel 2-0. Ik moet nu tegen Goomy. Hey, what up, draak? Ja, het is gewoon een Dragon-type Pokémon. En daarom gaat hij ook in één keer down tegen mijn Azumarill. Dan nu Quackquavel. Oh, nou, daar kan ik nu natuurlijk ook gewoon Magnezone voor gaan gebruiken. Quackquavel gaat voor Aqua Steppy. Ja, dat is een hele snelle move. En best wel sterke move ook. Oh, en die schakelt mij gewoon bijna in één keer uit. Dat vind ik niet normaal. Dat vind ik helemaal hartstikke niet normaal. Gelukkig overleef ik het door mijn Sturdy. Maar jeetje, hoe kan dit? Ga je me nou gewoon kapot? Maar dit, ik vind het niet oké. Ik vind het niet oké. Deze zag ik niet aankomen. Is mijn verdediging zo laag of zo? Ik bedoel, je bent dan wel 2 levels hoger. Maar ik vind het niet normaal. Jumpluff is paralyzed. Ook erg vervelend. Waarschijnlijk wordt hij ook gesloopt gewoon nu. Hè? Kijk, daar gaat hij weer met Aqua Step. Waarom heb jij zo'n ultieme sterke move? Gelukkig not very effective. Misschien toch slimmer om een grass-type Pokémon dan te gebruiken tegen water-type Pokémon. Ja, hij gaat ervoor hoor, die Quackquavel. Hij gaat ervoor. Ik ga straks mijn 3P-tactiek weer doen, hè. Die ik tijdens de normal-type gym ook heb gedaan, hè. Ga ik gewoon quick attack doen met 3P, hè. Als het dan zo moet. Ah, ik kan nu niks doen. Potverdorie. Is toch niet te geloven dit. Azumarill, anders los jij het weer even op. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd wat die Aqua Step op mijn Azumarill gaat doen. Want het is ook gewoon een water-type Pokémon. Precies. Wil jij even afrekenen met deze gekke Quackquavel? Zo, hoppakee. Later! Oké, we moeten nog 3 gyms pakken nu. Oh, en ik krijg Terra Blast. Jee! Hoe sterk is Terra Blast eigenlijk van zichzelf? Vraag ik me af. 80. Ja, die moet ik wel even leren aan Magnezone, hoor. Laten we eerst eens even kijken of Jumpluff inderdaad wat moves kan leren. Kijk hoor, Bullet Seed had hij natuurlijk. Tackle, Splash, Absorb. Nou, het zijn toch allemaal niet zulke hele goede moves. Misschien dan toch maar Bullet Seed in plaats van Fairy Wind. Ik heb genoeg Fairy-type Pokémon in mijn team. Of ik kan natuurlijk gewoon Terra Blast leren aan Jumpluff. Weet je wat? Laten we dat doen. Oké, maar nu moet ik dus eigenlijk naar de Poison-type Team Starbase. Poison is super effective op Fairy. Dus Azumarill, Blissey, die zijn eigenlijk al niet te doen. Dreepy kan nog niet zoveel. En Poison is ook super effective op Grass. Dus aan Jumpluff heb ik ook niet zoveel. Dus ik weet niet, man. Misschien moet ik die nog even overslaan. Of misschien moet Magnezone echt alles gaan doen daar. Zouden we deze Great Tusk al kunnen verslaan? Ik denk dat het een moeilijk verhaal wordt. We kunnen het proberen. Ik heb het gevoel dat dit echt het slechtste idee is ooit gewoon. Ik moet dit nog lang niet doen. Dit moet je pas doen als je level 44 bent of zo. Oh, wacht. Ik moet een fairy type. Ik dacht dat ik een water type was als ik zou terrestrializen. Ah, oké. Deze Azumarill blijft mij verbazen. Dit kan toch niet? Dit is toch onmogelijk? Dit is toch onmogelijk? Nee, het is niet onmogelijk. Azumarill doet het gewoon, potverdorie. Die zegt van, ga maar lekker even wegrollen met je grote hoofd. Oh, maar dan kunnen we straks bergen gaan beklimmen volgens mij, hè? Maar dan kunnen we echt overal naartoe. Dus dat betekent dat ik ook meer opties heb voor mijn shiny hunts. Ik ben wel benieuwd of dit gaat lukken. Arven,
Hallo, ben je er al? Ik heb je hulp nodig, vriend. Great Tusk begint vervelend te doen. Hij gaat straks weer smikkelen. De Quaking Earth Titan, what? Het is tijd dat we hem laten zien uit welk hout wij gesneden zijn. Nou, maar echt. Hij begint te brullen. En, ik zit te twijfelen over te wrestleizen. Weet je, laat ik het niet doen. Laat ik gewoon eventjes zo blijven. Arve gaat voor Scovillain. Die denkt dat dat de beste optie is. Stomping Tantrum. Dit gaat pijn doen. Ja, dat is toch wel een lastig verhaal misschien. Oké, zijn speed is naar beneden. Ah, ik mis. Als er iets is wat je niet moet doen, is het missen. We gaan de potions er doorheen jagen, jongens. En hopelijk gaat hij dan de Scovillain aanvallen. Zodat ik even wat tijd heb voor mezelf. Om even bij te komen. Hij gaat voor Fire Fang? Oh, nee, dat doet Scovillain, Firefang. Oh, en hij is burnt. Heerlijk. Wat gaat de Iron Thread dan doen? Die doet weer Stomping Tantrum. Mijn hoofd, hè. Ik ga wel terrestrializen. Let's go. Omdat het kan. Ja, als we dan nog niet sterk genoeg zijn voor al die andere dingen, dan ga ik maar gewoon deze Iron Thread, de Quaking Earth Titan Ding Pokémon proberen te verslaan. Scovillain. Ja, die gaat ondertussen lekker. Die is dit gewoon aan het fixen, hè. Hij gaat ondertussen ook focussen op Scovillain. Daar ben ik dan wel weer blij mee. Ja, ik mis weer. Azumarill heeft nog niks gedaan nu. Normaal gesproken mis je 1 op je 10 keer met deze aanval die ik doe. Maar ik mis nu gewoon 2 op de 2 keer. Ja, dat kan ook. Zolang ik niet gefocust word, vind ik het prima. Kan ik het wel afmaken nu? Let's go. Ja. Ik kan wel het laatste tikkie geven. Lekker Azumarilltje. Zal ik gewoon voortaan alles alleen met Azumarill doen? Die is blijkbaar echt mega sterk. Hey, sorry maat. Hoppakee, ja, dat heb je weer gefixt voor mij. Samen met Scovillain, dankjewel. Ja, lekker kruidje. Lekker eten, jongen. Hallo Rick, dit is Turo. Mirailon heeft meer kracht. Hij kan nu glijden. Oh, nog steeds niet klimmen. Klimmen is pas echt het allerlaatste, oké. Ja, de game wil eigenlijk nu dat ik hier naartoe ga, hè? Of hier naartoe. Laten we kijken of ik al in de buurt van Rhyme kan komen. Rhyme gaat mij echt kapot maken, hoor. Daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Ik moet eerst sterker worden. Hoeveel XP krijg ik van zo'n Tropius van level 33. 900. Oh, Jumpluff wil wat nieuws leren. U-turn. Dat is een bug-type move, toch? Ja, daar heb je ook niet zoveel aan. Hallo. Ik ben op zoek naar een shiny. Oh, maar ik heb al best wel veel geluk gehad voor mijn gevoel, hoor. Oh, je staat een beetje in de weg, Adiyama. Ik wou er gewoon langs. Ik wou niet eens battelen. Met je level 38. Oh, hij beschermt zichzelf ook. Waarom? Waarom doe je dat? Oh, wat gebeurt er? Hij is zich aan het focussen. Oh, man. Ik ben niet sterk genoeg. Mijn moves die moeten allemaal super effective zijn, maar het doet zo weinig damage. Kijk hoe weinig damage mijn acrobatics doet. Ja, het zijn gewoon slappe moves allemaal. Ik hoop dat Jumpluff nog wel even wat meer moves gaat leren. Gewoon even wat sterkere moves allemaal. Dat hebben we nodig, Jumpluff. Voor de rest ben je best wel prima en je bent mijn starter Pokémon, dus ik ben sowieso trots op jou. Alleen je hebt betere moves nodig, maar dat gaan we regelen. Hoppakee, level 40 is hij nu en hij leert geen nieuwe move. Ik zoek nog steeds shiny. Geen idee waar ik naartoe ga, hoor, jongens. Ik weet niet meer waar ik uithang nu. Oh, kan ik hier nog op? Ik kan hier in ieder geval wel uit, gelukkig. Nee, ik wil niet tegen Salandit. Laat me ontsnappen. Dankjewel. Gelukkig kan ik hier nog uit. Het is wel een goede plek om te trainen, hoor. Misschien moet ik dat even gaan doen. Oké, dit zijn best wel flinke grotten. Ik ben nooit aan deze kant van deze grot geweest, volgens mij. Ik kan met me niet herinneren. Lucario. Waarom ben je niet shiny? Jij bent super cool als shiny. Maar ik ga je niet battelen, want ik denk dat jij veel te sterk bent voor mij. Wat ligt daarboven? Dit is Power Gem. Daarboven moet wel iets goeds liggen, toch? Ik bedoel, anders kost het niet zoveel moeite om hier te komen, lijkt mij. Wat is dit voor item? Dit is een Rare Candy weer. Oké. Ik durf niet tegen jou te battelen eigenlijk. Maar weet je wel, oké. Met Azumarill durf ik het wel. Zo'n kleine meid hier in deze grot. Jij moet wel goede Pokémon bij je hebben. Gotorita. Fairy tegen Dark is geen goed idee. Let's go, Aquatail. Dit is gewoon echt niet meer eerlijk. Shiny Azumarill is echt niet meer eerlijk. Als ik er 2 van in mijn team had, dan zou het nog meer oneerlijker zijn. Oké, hallo? Ik ben op zoek naar de nooduitgang. Na. Waar is de nooduitgang? Oké, wat heb jij nog dan? Hariyama. Die kennen we hebben, jongens. Die kennen we hebben. Als Azumarill dit nou wel met 1 klap kan. Dit is niet normaal. Mijn Jumpluff heeft daar ongeveer 4 of 5 klappen voor nodig. En Azumarill denkt gewoon, nee joh, ik fix wel voor jou. Ik fix het voor jou. Gaat ook nog een nieuwe move leren. Hydro Pump, die hoef ik niet, want die mist veel te vaak. Ik heb gewoon 1 vraag.
vertrouwde Pokémon. Maar ik ben er blij mee, want deze challenge is al moeilijk genoeg. Waar ga ik naartoe als ik deze kant op ga? Zappapico, dat klinkt me niet bekend. Volgens mij moet ik die kant op. Hallo, ik ga naar Zappapico, doei. Hallo, Miss Drievous. Jou wilde ik ook heel graag shiny hebben. Waarom kwam je niet toen? Ik ben teleurgesteld in jou, Miss Drievous. Ik heb 3,5 uur op jou gehunt en jij kwam niet. Nou, nu hoef ik hier niet meer ook. Oh, nice. Daar in de verte is in ieder geval een Pokécenter. En ja, dat Pokécenter ben ik nog niet geweest, dus dat is top. Yo, sneeuwt het nou hier of wat zijn dit voor gekke sparkles? Volgens mij doet het niet echt iets. Het zou heel vet zijn als je dan hieraan kan zien dat... Wat doe jij? Wat kon je me nou aanvallen, Mudbray? Ik zit hier een verhaal te vertellen en dan kom jij me opeens aanvallen. Ik wil dus vertellen dat het heel vet zou zijn als je, als dit erop zou wijzen dat er sowieso een shiny in de buurt is of zo. Maar dat is volgens mij niet. Volgens mij doet dit niks. Dit is de Diamond Dust Weather. Als ik het goed heb. Het ziet er wel mooi uit. Het is echt prachtig. Oeh, 3 Experience Candies M. Yo, die gaan we gelijk gebruiken. Ik ga ze ook gewoon alle 3 op Magnezone gebruiken. Let's go. Level 39. Dreepy krijgt de Experience Candies S. Die gaat ook een leveltje omhoog. En dan zijn we bij het Pokécenter. Ja, jongens. Ik denk dat ik moet gaan trainen. Of ik moet toch weer op zoek naar een nieuwe shiny Pokémon. Dus wie weet heb ik die in de volgende aflevering. Als je dat wil zien, moet je echt even abonneren. Gooi de duimpjes omhoog als je dit leuke video's vindt. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende video. Gewoon die Great Tusk verslagen, jongen. Helemaal sick. Vet! Mazzel!